Als je wielrennen zegt, dan denkt echt niemand aan IJsland. En toch vindt daar een van de allermooiste gravelwedstrijden ter wereld plaats. Een wedstrijd langs vulkanen, door gletsjers, door rivieren, door de highlands, uitgestrekte vlakte, adembenemende landschappen. Ik ben Rinke, ik maak de podcast Gangmaker, samen met Dries. En ik ben op zoek naar de Holy Grail, het allermooiste gravelpad ter wereld. En die zoektocht bracht mij naar IJsland. In oktober, denk ik, 2022, had ik een opwelling. Ik had ergens gehoord of gelezen dat er een wedstrijd bestond in IJsland. Een gravel race, 200 kilometer. De foto's zagen er fantastisch uit. En ik heb me dan gewoon ingeschreven. Een beetje een opwelling, zonder echt goed te beseffen waar ik aan begon. En dus stond ik daar, nu dan, 22 juli, om 7 uur 's morgens. In een dorp met een naam die ik niet kan uitspreken, met 500 andere gravelaars klaar om 200 kilometer te gaan racen. Ik stond bol van de zenuwen. Ik was echt super zenuwachtig. Het is de allereerste keer dat ik zoiets doe. Daarvoor had ik wel al gravel events gedaan, maar ze zijn nooit met een soort van race aspect. Het was ook mijn massastart. Normaal gezien kom je toe en dan vertrek je wanneer je wil, maar dit was allemaal om 7 uur klaarstaan achter een auto, de eerste 10 kilometer achter elkaar en dan mayhem, alles los en gaan 200 kilometer lang, mijn winnaar, mijn plaats, met mijn tijdsopname, alles erop en eraan. 5, 4, 3, 2, 1. De rift is 200 kilometer gravel doorheen het zuiden van IJsland. Gestart met 10 kilometer over asfalt, achter een auto. En je eindigt daar ook. Dus de eerste 15 en de laatste 15 kilometer zijn hetzelfde. Na 10 kilometer op die asfalt sla je linksaf en dan begint het. Echt woeste gravel die je nog nooit hebt gezien. En het parcours telt zo'n 1700 hoogtemeters. En die zit eigenlijk voornamelijk ook in die eerste 80, 90 kilometer. Dan klim je eigenlijk gestaag naar het hoogste punt. En daarna, dus die laatste 100 en 120, zijn ongeveer in dalende lijn. Al moeten we eerlijk zeggen dat het meer een glooiend parcours is eigenlijk. 200 kilometer, 205 om exact te zijn. Met echt tal van hindernissen die daarop op liggen. Je hebt riviercrossings waar je door moet. Je hebt echt super steile bergen waar je over moet. Je hebt tegenwind highlands waar je wind op kop hebt. Waar je gewoon echt moet stampen om vooruit te gaan. En natuurlijk een beestachtige ondergrond. Ja, die met niets te vergelijken of te beschrijven valt. Ja, zeg maar door. Ja, ik wou het niet alleen doen. Ik wist dat ik daarvoor te weinig ervaring heb. Ik kan wel een band plakken, maar ik wist met die tubeless ook, zodat dat fout ging lopen, had ik dat alleen zou doen. Dus heb ik aan Ben Elst gevraagd om mee te gaan. Ben ken ik eigenlijk via de podcast. Wij nodigen in de podcast altijd mensen uit die een expertise hebben rond sport, maar ook heel vaak zotte amateursporters. Mensen die eigenlijk niet prof zijn, maar wel heel zotte dingen doen. En Ben is zo iemand. Ben is echt, als je zijn lijstje overloopt van alle avonturen, records, uitdagingen die hij al heeft aangegaan, oplijst, dan heb je een bladzijde of 4, 5, 6. Hij heeft het wereldrecord Offroad Everesting vorig jaar verbeterd met 3 Everesting, denk ik. Een ongelooflijke prestatie. Dus ik wist dat als hij mee wil gaan, dan heb ik een ongelooflijke compagnon de route. Iemand met een niveau 3, 4, 5 keer, 6 keer beter als mij. Iemand die me erdoor gaat sleuren. Iemand die weet wat er moet gebeuren of ze pech hebben. Iemand die weet wat ik moet doen. Als het niet meer gaat, als ik niet meer kan. En gelukkig heeft Ben eigenlijk direct ja gezegd. En ja, heeft hij dit dan avontuur met mij mee aangegaan. Wow. Een ongelooflijk cadeau is eigenlijk voor iemand als ik om dan zoiets met Ben te mogen doen. Ja, mijn niveau. Ja, dat is een moeilijke. Ik fiets nu intensief, zal ik zeggen, zo'n 3 jaar. Ik ben begonnen in 2020, net voor corona. En sindsdien doe ik ongeveer zo'n 6000 kilometer per jaar. Het probleem is ook een beetje, in duursport draait het, vind ik of merk ik, gewoon heel vaak over gewicht. Als je sneller, als je langer, als je beter wil worden, gaat het eigenlijk over verlies gewicht. Train hard, maar verlies ook gewicht. En dat is echt iets waar ik heel slecht in ben. En dat maakt gewoon dat mijn niveau een beetje blijft steken. En dat ik echt wel overreach met deze uitdaging van mezelf te stellen. 200 kilometer gravel is echt wel, voor mij een heel grote stap.
Ik heb ook altijd schrik dat er iemand naar mij gaat komen en gaat zeggen, wat doe jij hier? Jij hoort hier echt niet thuis, sorry. Ik ga eerst nog wat gewicht verliezen en wat meer trainen voordat jij hier aan de start durft komen staan. Dat gebeurt natuurlijk nooit. Mensen zijn altijd super vriendelijk en iedereen is supportive en zo. Zeker in die gravel scene, wat heel leuk is. Maar dat is zo dat imposter syndroom, dat heb ik wel heel hard. Ze zeggen dat je off-road kilometers altijd maar 1,5 moet doen. Dus als je rekent dat 200 kilometer off-road is, dan weet ik zeker dat dit het allerzwaarste is wat ik ooit gedaan heb. Dat ik het allerverste dat ik ooit gefietst heb, als je die berekening aanhoudt. De wedstrijd was op zaterdag, 22 juli. En wij zijn eigenlijk woensdag daarvoor toegekomen. Of vertrokken eigenlijk naar IJsland. Om goed op tijd te zijn, om een beetje te acclimatiseren. Om ook al te kunnen verkennen en dergelijke. Ik moet zeggen, we waren echt wel een soort van twee... jonge pubers of zo, die op schoolreis mochten of de eerste keer weg van huis mochten. Ik zat vol met zenuwen, adrenaline. Vanaf dat we op dat vliegtuig stappen. Dat is wel spannend ook, hè, want op dat vliegtuig, je moet dan eerst je fiets meepakken. Die moet dan ingecheckt geraken. Je moet die goed inpakken in zo'n fietstas. En dan begint het grote avontuur. Het is echt een beetje kuifje die de wereld intrekt. Die besloten heeft van, ik ga eens fietsen in IJsland. En opeens zijn we dat ook effectief aan het doen. De auto gehuurd, die fietsen in die auto krijgen, altijd ook een uitdaging. En dan hadden we een huisje gehuurd daar voor die paar dagen. Heel leuk huisje, echt ook in the middle of nowhere, op 30 kilometer van de start. Super tof eigenlijk allemaal. En dan gaan die dagen verder. En dan die avond ervoor, dan is echt iets heel wonderlijk. Maar dan, ik weet dat we daar nog zaten en opeens schoot er een soort van... adrenaline in beide ons lijf van oké, we gaan ons nu beginnen voorbereiden. De avond voor vertrek. We zijn volop bezig met de voorbereiding. De rugnummers worden klaargemaakt, zoals je hier kan zien. Drinkbusjes worden klaargezet. Zadeltasjes. Stuurtasjes worden gevuld. Voedingsplannen worden uitgedokterd. Ben is hier ook even... zijn 6D materiaal en boren. Allee jongen, dat zijn allemaal geheimen die je hier te... Ja, wat zijn die pilletjes, Ben? Dat zijn cafeïnepilletjes uit Engeland. En die moet ik, want je hebt er met 3 klaargelegd. Ja. Die moet ik dan nemen als ik uit de auto stap, dus om 6:30. Een half uur tot een uur voor de start. Dat zit al opgeladen. Je kunt een bepaald aantal milligram cafeïne per uur binnennemen, maar voor het starten moet al 3 van deze jongens binnenspelen. Plus een isogelletje, waar ook al, even kijken, 75 milligram cafeïne in zit. Oké, leg de voedingsplan eens uit. En ik zie hier eens ultragelletjes liggen alleen maar. 45 koolhydraten of zo. Start, deze start, en dan om de 30 à 40 minuten per uur wil ik eigenlijk minimum 1 van dit in een drinkenbus. Een drinkenbus en dan moet daarin ook. Ja, dan zit ik ongeveer aan een 90 tot 100 gram koolhydraten per uur. Dit is de setup. Dit is de Canyon Grail. Bandjes. We hebben gekozen voor wat eigenlijk het grootste wat erop kan. 42 mm en stevig profiel, zoals je kunt zien. Ja. Moeten we nog iets zeggen? We gaan er een lap op geven! De river crossings, ja. Ja, dat is waar de Rift eigenlijk echt onbekend staat, waar ook mee uitgepakt wordt, waar ook echt ostentatief op de routemap staat. Want hier zijn river crossings. Het zijn er denk ik een 5 of 6-tal, waarvan de meeste eigenlijk in het eerste stuk zitten, in de eerste 100 kilometer. We hadden op voorhand al wat verkend, hadden al een river crossing of een rivier overgestoken, om dat toch eens te doen, om dat eens aan te voelen. En ook om vooral te zien, is het eigenlijk fietsbaar? Want we hadden heel veel dingen, verschillende dingen gehoord. Sommige mensen zeiden van, ja, je moet er niet doorrijden, want het is echt gevaarlijk voor lekke banden. Anderen zeiden van, jawel, want het moet, dat is echt. En uiteindelijk bleek dat het eigenlijk wel doenbaar was om er door te fietsen. Je moet gewoon klein verzet kiezen, blijven trappen, niet bang worden als je dieper gaat en gewoon blijven gaan. En dan raak je er wel door. Maar op het event zelf was het moeilijker, want daar was wat meer volk dat in de weg liep.
tot 22, 23 kilometer ver. Alles gaat super goed. Het is hier echt adembenemend mooi. Het meeste klimwerk zit eigenlijk in die eerste 90 kilometer. Dan zit je echt in die heuvelzone en je klimt eigenlijk tot aan het hoogste punt, tot aan kilometer 70. Dat gaat zeker niet. Je hebt zeker het gevoel dat je een col beklimt of zo, een super lange col. Het is echt glooiend. Het gaat soms even terug bergaf of dan even een stukje vlak. En dan soms heel steil omhoog. Echt dat je 15-16% hebt. Dan weer wel glooiend, dat je ook weer wat meer snelheid kunt halen. Dus die heuvelzone, of die heuvels in dat eerste stuk, zijn echt wel een soort van afmattend. We zijn nu al een hele tijd aan het klimmen. Niet heel steil, maar wel vloed in de benen. En vooral in mijn rug, echt hier. En het is even het zwaarste stuk van het parcours nu. Dan met kilometer 80 maar weer. Dus ja, afzien. Als er een factor is waardoor ik niet geraak, is het echt terug, denk ik. Tweede voorrading gepasseerd, dus 50 kilometer ver. Harvest ging allemaal goed. Rugpijn, ja, dat zal blijder worden. Het is nu ook het zwaarste stuk, denk ik, qua klimmen en zo. Dan gaan we nu die 70 kilometer punten bij naar het zwaarste deel. Dus wordt wel even bijschakelen. We zijn de dagen voor vertrek op verkenning geweest. Ik vond dat heel belangrijk om te doen, omdat dat voor mij een soort van stress wegpakte. Om die eerste kilometers te doen, om te weten van hoe zit dat er eigenlijk allemaal uit, wat gebeurt er, wat gaat er gebeuren, waar gaan we op fietsen. Ik moet zeggen, die verkenning, ja, dat viel toch een beetje tegen. Het landschap in IJsland, dat is gewoon ruig, woest gebied. Dat is echt heftig. Dus dat was wel echt wel een beetje een wake-up call of zo, die verkenning. Maar ook wel enorm genieten. Het tweede hoogste punt van de route. We dalen even. Dan klimmen we door naar de top. En dan zit eigenlijk het grootste klimberg ongeveer op. Waar ik heel veel schrik voor had op voorhand, dat was niet per se het klimberg. Ja, ik had gehoord en gelezen dat het heel steil kon zijn, maar ik wist, ja goed, dat geraken we wel boven. Het is noods te voet. En het was ook af en toe te voet. Maar het is de afdaling waar ik eigenlijk echt een beetje schrik van had. Ik ben echt niet zo'n goede daler. En op het tweede hoogste punt komen we boven. En er staat daar zo'n bordje. Danger. Voor de afdaling. En je ziet ook de afdaling niet. Het is echt zo'n soort van helling. Zo'n blinde helling. En ik ga daarover met mijn fiets en ik zie gewoon een gigantisch steile helling. Met los zand. Die ook een beetje schuin lag. Wat dan nog technischer maakt. En ja, ik wist toen, dit komt niet goed, dit komt niet goed. Wow, mannetjes. Nee. Hier is ook geen vader gebeuren. Dus ik ben eraf gestapt, dat was gewoon niet te doen. Dat was, ik zeg letterlijk ook, denk ik, hier ben ik geen vader voor geworden.
En ik, tussen, na die eerste, ik dacht van ja, goed, wat gaan we hier nu krijgen? We komen boven op het hoogste punt. Staat weer zo'n bordje, danger. Ik denk, oh nee, wat nu? We zijn vertrokken. Maar goed, na die helling was het eigenlijk voorbij. En de rest van de hellingen en de rest van de afdalingen waren eigenlijk goed te doen. Het meest iconische punt, de steilste helling van het hele gebeuren. En Ben gaat zijn tweede poging wagen. Oei, het gaat nu al moeilijk. Het is een gripprobleem. In mijn hoofd zat het dus eigenlijk dat we 80 kilometer moesten klimmen. En tot dat hoogste punt, je ziet dat ook op de hoogteprofiel, tot dat hoogste punt. En daarna gewoon afdalen. Dan ging het klimmerk achter de rug zijn. Het was gewoon nog afdalen en kwamen er andere hindernissen. Er waren daar toch nog een aantal heuveltjes verstopt achter dat hoogste punt. Die zo steil waren. Maar jongens, dat is ongelooflijk. Het lijkt alsof dat je, als je moet afstappen, dan moet je toch naar boven stappen. En naar boven stappen is niet minder vermoeiend dan naar boven fietsen. Dat boven fietsen gaat soms gewoon letterlijk niet, omdat je geen grip hebt, omdat het te traag gaat, omdat je dan omvalt. Omdat je gewoon niet genoeg vooruit gaat. Maar naar boven stappen, opeens ga je andere spieren belasten. En dat heeft me echt wel, ja, dat heeft me echt wel wat krachten gekost. Dat begon echt wel te wegen. Zo stellig. Ik had op. Ja, Ben. Je hebt echt wel te wegen. We zijn nog niet op een helft. Oh, sorry. Ja, 96 kilometer gedaan. Compleet kapot. Oh jongens. Ik troost me met de gedachte dat de grootste hoogtemeters achter de rug zijn. Dat het vanaf nu gewoon meer vlak is. Jongen, dit wordt afzien. Bittere einde. Oh my. Dan ben je die heuvels voorbij. Dan denk je, alright, we zijn er. Het klimmen is achter de rug, het zwaarste is achter de rug. Vanaf nu is het gewoon nog vaart maken, tempo maken. Maar dan kom je eigenlijk iets tegen wat nog zoveel straffer is. Of zoveel irritanter is, zoveel moeilijker is. Dat zijn washboards. Washboards zijn een soort van mini-golfjes op de weg. En die stuiten nu gewoon constant. Je stuurt dat zo hard op en neer dat je eigenlijk op de alle snelheid eruit wordt gehaald. Je moet eigenlijk zien als 10, 20, 30, 40, 50 mini-vluchtheuveltjes die achter elkaar zitten. Je kan gewoon geen snelheid maken en die zijn beenhard. Dus je stuit het er echt op kapot.
Het was echt zoeken naar op de weg, naar de stukjes weg waar die washboards niet waren. Dat was echt heel vaak in het midden of langs links of langs rechts. Maar daar was het dan vaak ook veel zanderig. Dus dat je met los zand. Dus het werd al heel snel duidelijk dat na dat klimgedeelte, dat we nog niet vanaf waren van de zware onderhoud en van de zware momenten. Rond kilometer 120 ben ik echt bijna gebroken. Dan moesten we nog een klein lusje doen, na een feedzone, na een voedings, na een stop. Voordat we aan een lang stuk asfalt gingen beginnen, 10 kilometer asfalt. En daar keek ik echt naar uit, omdat ik wist dat we daar even snel uit kunnen maken. Maar dat lusje dat nog geen 5 kilometer was, dat was echt... Ja, dat was waanzin. Die ondergrond was zo slecht, zo zwaar, dat heeft me echt compleet gebroken. Dat is een soort van vulkanische kein of zo die er lagen. Schots en scheren, er was geen spoor of geen lijn op te trekken. Dat was gewoon niet te doen. Het probleem is ook gewoon als je moe bent, dan gaat alles moeilijker. Je zit niet meer goed op je fiets. Alles op pijn. Eten, drinken wordt zo moeilijker. En die ondergrond dan. Ja, eten en drinken was echt ook een strijd door die ondergrond. Je hebt gewoon geen tijd om dat shellekje met één hand open te scheuren of om te pakken. Of om, ja, hoeveel drinkbussen dat we ook niet op de grond hebben zien liggen doorheen het traject van mensen die een drinkbus verloren zijn. Het was echt. Ja, dat maakte het echt wel zwaar. Van de laatste 40, 50 kilometer weet ik eigenlijk niet zoveel meer. Ik weet nog dat er wat asfalt in zat, dat we de IJslandse Highlands tegenkwamen, dat er nog een riviercrossing in zat. En dat de ondergrond echt ook nog op sommige vlakken zo slecht was, maar echt zo slecht dat het echt ook, ja, alles in mij vroeg om ja, geduldig te blijven, niet op te geven, om gewoon dat tempo te blijven rijden, om gewoon die pedaal te blijven ronddraaien, om gewoon, ja, zachtjes aan, stiltjes aan vooruit te gaan, want op het einde gaan de kilometers echt traag, hoor. Echt traag. Op 170 kilometer. Alles is zeer. Echt alles. Oh my. Het is helemaal op. Compleet choco. Maar nog even. De laatste klimmen. Het klimwerk is er nu. Dan nog een afdaling. En dan ook de weg terug. Alle gravel zit erop. Last battle of the years.
applause. Congratulations, you guys. Jippa! Wat? Hoe is het gedaan, jongen? Ik ga wel later om de noties kunnen vertellen. Zalig. Knap gedaan, jongen. Echt waar. De max. De Rift is een van de zotste avonturen die ik ooit heb meegemaakt. Zoveel emoties, zoveel gevoelens, gepakt ook op zo'n korte tijd, want we waren er uiteindelijk 4-5 dagen. Stress, adrenaline, drive, race, tot verdriet, tot emotie, tot frustratie. Tot onbezonnenheid, alles zat daarin. En echt een soort van samenballing van zoveel emoties, zoveel gevoelens, zoveel fysieke elementen ook. Dat je... En dat dan allemaal in een soort van Lord of the Rings meets Harry Potter-achtige setting van natuur en beleving. Een soort van fantasiewereld waarin dat allemaal gebeurde met die machtige landschappen. Met het feit dat je opeens beseft van ik ben in een vulkaan aan het opfietsen. Het feit dat je beseft van ik ben nu langs gletsjers aan het rijden. Ik ben hier door rivieren aan het racen. Dat maakt het iets enorm machtig. Ik ben echt heel blij dat op mijn lijstje staat. Deelnemer, finisher. De Rift in IJsland.